Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend zien we wat witte wolken plukken boven de kustprovincies. Dat zijn een aantal stevige buien, waarbij zelfs onweer voorkomt. Deze buien gaan zich langzaam richting het binnenland verplaatsen. In de loop van de dag zal het dus in de kustgebieden juist weer droog worden. Verder schijnt vandaag geregelde zon en daarbij wordt het 18 tot 20 graden. Er waait een zwakke tot matige wind en die is veranderlijk van richting of komt uit noordelijke richting. Vanavond gaan de buien geleidelijk aan afnemen. Aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen wel weer droog en klaart het ook breed op. Morgen Morgenvroeg hebben we in eerste instantie te maken met wat mist. Die mist gaat geleidelijk oplossen en dan hebben we opnieuw flinke zonnige periode. In het noorden van het land kan een enkele bui vallen, maar voor de rest is het droog en wordt het 19 tot 21 graden bij weinig wind. Op maandag is ook vrij veel zon. Later op de dag vanuit het westen meer bewolking, maar waarschijnlijk blijft het droog bij ongeveer 22 graden. Op dinsdag en woensdag neemt de kans op regen weer toe. En in eerste instantie is het nog 21 of 22 graden, maar daarna wordt het langzaam minder warm. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.